Na weken van voorbereiding en repetities was het maandag 20 juni zover. De voorstelling Sterker door Strijd gaat over een 55-plus flat waar een nieuwe bewoner en de lokale volkszanger op dezelfde dag kwamen. Zanger Patrick had een hele grote fan die maar wat graag zo dicht mogelijk bij haar idool wilde komen, wat zorgde voor grappige scènes en ongemakkelijke momenten. Andere bewoners wilden ook hun talent laten zien. Maar of na één les een trompetuitvoering ten gehore brengen nou de beste keuze was? Het publiek deed lekker mee en tegen het einde van het stuk kwam er een heuse polonaise op gang. En het publiek had geen keus en sloot zich aan. Nou, ik ben heel blij. Volgens mij hebben mensen het ontzettend naar hun zin gehad, zowel op het podium als in de zaal. Dus ja, daar doe je het voor. Dat was schitterend, hartstikke leuk. Hoe hebben jullie het ervaren? Geweldig. Ja? Ja, hartstikke leuk. Geweldig. En dat in 10 keer 10 repetities. Nou, ik vind het helemaal geweldig. Ja, het publiek ging aardig mee. Ja, heerlijk. Nou ja, het was ook een feeststuk natuurlijk, maar het is wel gelukt. Dus vandaar. En dan stond je zelf achter de bar. Ja, ik zit er liever voor. Nee, ik heb een rolletje overgenomen van iemand. Irene belde mij op. Die vroeg, er is een speelster uitgevallen. Dus toen, toen ben ik bij deze superleuke club gekomen. En ik vond het wel hartstikke leuk. Ja. Maar het was wel een beetje kort dag zo. Maar met 3 repetities voor mij dan. Maar ik ben zo goed opgevangen door iedereen en het was zo een warm bad en was eigenlijk zo fijn. Dus, en ook een toffe locatie en super lieve spelers en leuke regisseurs. Dus, ja, jammer dat we maar 1 keer spelen eigenlijk. Jammer, toch, hè? Ja, absoluut. Nou ja, goed. Er komt weer ongetwijfeld een volgend stuk, dus... Irene gaat erop de zin spelen dat we misschien weer subsidie zouden kunnen krijgen. Ik hoop het. Want ik ben gewoon heel, heel erg gehecht aan mijn medespelers nu. Dus ik hoop ze toch wel een keertje weer terug te zien. Ja. En dan met zanger Patrick. Graag met Patrick, hoor. Ja, mijn overleden man, hè, die was er ook altijd zo fan van. Hè? Ja, helemaal. Ja, dat het mij helemaal niet zo rustig doet er niet toe, maar...